Oké, goedemorgen iedereen en ontzettend leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Oké, dat was een berichtje, maakt niet uit. Nu ben ik wel mijn tekst kwijt. Oh ja, in ieder geval, ik ga eens een keer wat anders doen zoals jullie kunnen zien. En het is geen vlog, het is een spel, een game, hoe je het wil noemen. Nou, ik denk dat die bij de meesten wel bekend is. Het is een in principe gratis spel, gratis te downloaden spel. Niet gesponsord dat ik dit zeg, het is gewoon, ja, maar handig om even te zeggen. Het spel heet Fortnite, zoals jullie kunnen zien. En dan Battle nog iets, dat weet ik even niet op mijn hoofd. Maar goed, deze heb ik al van twee kijkers. Ja, kijkers, ja. Ik weet mijn tekst helemaal niet meer, joh. Heb ik in ieder geval van twee kijkers al gehad dat ze zeiden van, nou ja, goed, je moet het spel echt spelen en voor YouTube kanaal is leuk. Ik dacht, nou ja, het is op zich best een bekend spel volgens mij op Twitch, YouTube heb ik natuurlijk wel even gekeken. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Dus bij deze ga ik Fortnite spelen. Ik hoop dat ik het leuk vind. Alleen, ik heb het al een paar keer gespeeld. En ik snap er nog niet heel veel van, dus ik hoop echt dat ik het wel een keer ga begrijpen. Maar daarvoor deze video, zodat jullie mij misschien een beetje kunnen helpen, zodat ik het kan begrijpen. En misschien valt het ook wel reuze mee en begrijp ik het zo meteen al wel. Nou ja, hiermee, dit zegt me dus eigenlijk al niet veel wat ik hiermee kan doen. Dus ik denk dat ik maar gewoon op play ga drukken en dat we het dan maar gewoon zien. Ik hoop trouwens dat alles gewoon werkt, want ik heb het ging niet helemaal lekker met opnames instellen en dingen. Dus ik ben bang dat de audio het niet doet van het spel. Dus ik hoop het natuurlijk wel, maar ik ben bang van niet. Dus hou er even rekening mee, zou ik zeggen. En voor de rest moet het beeld gewoon goed kloppen en niet achterlopen of laggen of iets. Het zal maar goed komen. Weet je, we gaan gewoon beginnen en we zien het wel. Dus play, dan matchmaking. Volgens mij heb ik nou het meeste ook wel verteld dat ik wou vertellen. Maar nogmaals, ik denk niet dat het mijn spel is, maar misschien ga ik het voor YouTube films wel heel leuk vinden. En dan zou het natuurlijk een leuke... ja, een leuke serie kunnen worden, om het zo maar even te noemen. Wauw. Oké, nou, we beginnen goed. Wou ik dus net beginnen aan een spel die ik misschien helemaal niet zo leuk vind. En dan is matchmaking niet goed. En yes, daar gaan we. Tenminste, laden, dan nog op andere spelers wachten. En dan gaan we beginnen. Moet ik denk eerlijk gezegd dat sommige kijkers die dit nu kijken, die dit veel beter weten dan mij natuurlijk. Dus eigenlijk hoef ik waarschijnlijk al geen eens dingen uit te leggen. Maar... see you waiting for players. Oh, nog maar 3. Dan hoop ik dus dat dit soort dingen goed gaan. Dat het niet gaat laggen of zo tijdens de opnames. De deur wordt open in 5 seconds. Want ik spring er nooit eigenlijk meteen uit. Ik wacht altijd heel even. En dan zie ik wel waar ik terecht kom. Dan ga ik eigenlijk keihard naar beneden en dan zie ik wel waar ik terecht kom. Dan zeg ik nog wel 2 keer en ga springen. Maar wat ik al zeg, volgens mij kijken er zo meteen echt mensen die dan denken, snap je dit nou echt niet? Of nee, ik snap dit soort spel. Ik snap dit spel niet echt. Ik kom nooit ook iemand tegen ofzo. En, nou ja, ik snap dan weer wel. Als je eenmaal dood bent door iemand, dan ben je gewoon klaar. Dat snap ik dan nog wel aan het spel. Nou, dat is goed, hè. Yeah. Oké, nou dan gaan we hoor. Misschien dat hier al wapens in liggen, hopelijk. Kan ik hier tussen? Nee, dat kan ik niet. Oh wacht, dit kan ik slopen toch? Ja, ik wou net zeggen. Waarom zou ik een deur zoeken toch? Oeh. Hallo, mag ik hem oppakken? Yes. Het is toch veel beter. Nou, wel zorgen dat ik iemand kill, niet iemand mij natuurlijk. Dat lijkt me dan wel verhandig. En ik zie daar wat in die vrachtwagen liggen. Oké, maar wel 5 kogels als ik het goed zie.
of 5 kooks en 5 honden, dus dat zou nog niet veel zijn. Wat is dit? Oh, dit is misschien beter. Hoop ik. Wat heb ik nu? Oh! Oeps! Nou, deze is wel lekker eigenlijk. En deze? Oh, verrek, tuurlijk! Oh, kijk eens even. Kan nog wisselen ook nog, natuurlijk. Had kunnen weten. Nou, iemand tegenkomen. Ik heb trouwens serieus ook nog geen 1 kill gemaakt buiten de opnames om. Dus dat bewijst me weer hoe goed ik in het spel ben. Dus staat er ook niet gek van te kijken als ik zo meteen al klaar ben. Zonder iemand gekild te hebben, want mij kennende kan het wel eens heel snel zijn. Moet wat ik zeg, het is allemaal wennen en kom hier. Oeh, ja, ja, die kan ik misschien wel pakken. Maar misschien pak ik zo meteen te veel of zo. Die heb ik al, shotgun. Oh, wauw. Ik dacht ik wel echt zoals politieinval binnenlopen, weet je wel. Mag dat geen eens. Nou ja, we zitten toch bijna op de helft en ik leef nog. Maar ja, ik moet natuurlijk wel eerlijk toegeven dat ik nog niemand ben tegengekomen. Het is echt puur als je iemand tegenkomt, dan moet je gewoon heel goed opletten en geluk hebben dat je goed en raak ziet. Ze kunnen nog wel eens heel erg gemeen op een berg zitten natuurlijk ofzo. Sommigen. En dat soort dingen heb je ook nog. Ja, dat bedoel ik. Oh, ik zie hem. Kom op. Ik heb hem bijna. Nee. Dat is gemeen, want ik weet niet hoe dat werkt. Oh, ik heb nog maar 1 levenspunt. Ik had hem echt serieus bijna. Ja, dit overleef ik nooit. 1 levenspunt. Kan ik mezelf healen of zo? Ja, dat weet ik dus ook niet. Oh, het scheelt helemaal niks. Ja, 1 keer raken en ik ben weg. Ik heb zo ontzettend veel geluk gehad. Ja, ik durf. Ja, dat bedoel ik. 1 keer raken en ik ben weg. Nou, dat was dat dus. Nou, ik vind van mezelf dat ik het toch nog redelijk heb voorhouden. Tot 40, zoiets. 39 nu, ja, 40 dan. Met mij. Kijk, zie, je kunt je zo verhealen, alleen ik weet echt niet hoe het werkt. Dus mensen, als jullie het weten, als jullie mij tips kunnen geven over dit spel, laat het alsjeblieft even weten, want mij, ja, dat gaat waarschijnlijk wat sneller dan ik het zelf moet gaan uitzoeken. Goed, ik doe denk ik dan nog 1 poort. Ik weet eigenlijk niet zo lang ik bezig ben nu. Ben ik al lang bezig. Niet zo op gelet. Zal ik dan nog maar 1 potje doen? Ja. Ik weet niet of dat te lang is. Nou, ik ga nu gewoon naar de lobby toe. En dan doen we gewoon nog een potje. Anders 1 potje vind ik ook zo. Ja, hoe noem je dat? Zo, ja. Zo krenterig. Ja. Oh, ik kon net het verhaaltje voorlezen, maar die is nu al weg. Nou, volgens mij kunnen we gewoon meteen weer play doen als het goed is. Dus dan gaan we dat maar doen. We gaan zo snel mogelijk een gevecht in. Laden, drop in en load up. Pick a landing spot en search for gear. Oh ja, oké, dat is ja. Stay inside the eye of the storm. Deadly clouds are closing in. The eye will shrink as the storm. Oké, dat gaan we niet doen. Last one standing wins. There can be only one winner. Ja, dus de enige die overblijft, die heeft gewonnen. Want er kan maar 1 winnaar zijn. Dat snapte ik dus nog wel van het spel. Oh ja.
Ik kan misschien ook wel een duo kunnen doen. Maar goed, doe ik dat misschien de volgende keer. Zie. Oké. Ik weet niet waar die last van heeft, maar. Oké. Dat was dat. Oké, over 5 seconden gaan we weer. Oh, 3, 2, 1. Oké, dan mag gesprongen worden, maar ik wacht natuurlijk weer heel eventjes. Of er wat uitmaakt, weet ik eigenlijk ook niet. Maar. Wat gebeurt er eigenlijk als je blijft zitten? Terwijl, ja, ik zal me niet uittesten, dan is het misschien een beetje zonde van het potje. Maar ik ben benieuwd wat er gebeurt als je blijft zitten. Als je dan vanzelf uitgegooid en ik ga springen trouwens. Ah, het is sowieso wel een grappig spel. En helemaal als die gratis is, dan. Voor gratis is het wel heel grappig gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Daar ga ik maar niet landen, want dan zie ik een andere speler. Oh. Ah, daarom, die gaat al wapens pakken of zo. Oh, waarom spring ik hier? Vet handig van me, joh. Oh, wacht nog een stuk verder. Dat lijkt mij wat verstandiger. Aangezien hun dan al wapens hebben en ik nog niet. En dit spel sowieso nog helemaal snap. Dus, dat is het plan. Hoppa. Nou, wapens zoeken. Volgens mij snap ik trouwens ook nog wel dat als je bijvoorbeeld auto's of andere dingen sloopt. Dat je daarvan dus die muren en dergelijke kunt bouwen. Zo, even een vrachtwagen, want ja, dat doe je in het echt natuurlijk ook zo. Oké, niet het spel af gaan zeiken, want dat is niet nodig. Het is een grappig spel voor gratis. En dan meen ik hem recht. Oké, door naar de spelers. En wapens zoeken. Misschien zat dat verstandig in op dit moment. Dus deze kan ook weer gewoon normaal. Oh, wat hebben we daar? Oh, ja, nou ja, wat is dit? Pistool, oké. Het is iets. Het is iets. Oh, daar zag ik iemand. Oh, dit kan mijn dood al zijn hoor, dat weten jullie. Ah! Ik heb maar een pistooltje. Handen omhoog of ik schiet. Oké, die kwam van de andere kant. Nou, dan was dit al een beetje aardig snel, maar goed, ik had het al verwacht, want ik sprong een beetje bij andere spelers. Jammer. Ik had graag ietsjes, nu 60. Dus dit is wel heel wat sneller dan net. Goed, nou ja, wat ik zeg, dit was eigenlijk een beetje een potje en een video om een beetje in te komen voor mij. Want het spel snap ik niet helemaal. Maar ik heb dus wel de tips gehad van de spelers, zou je dit willen spelen. En nou ja, goed, dan wil ik het ook best proberen. En ik bedoel, ik vind het een grappig spel of zo. Dus hopelijk voor YouTube is dit leuk. Dus als jullie dit leuk vinden, doe natuurlijk even het blauwe duimpje omhoog om dat te laten zien. Hopelijk is dat hoog genoeg. Zodat ik dus ook weet van nou, jullie vinden het leuk of misschien juist niet. Dan hoef ik er natuurlijk niet mee door en anders kan ik er wel mee doorgaan. Laat dus ook even in de reactie weten wat je hiervan vond, wat ik misschien beter kan doen. De tips natuurlijk en misschien een beetje het spel uitleg. Of natuurlijk niet een hele uitleg, maar gewoon een klein beetje. En nou ja, wat ook nog heel fijn zou zijn is als jullie even abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Dat is natuurlijk verder niks van andere video's. En misschien eventueel wel Fortnite video's mist. Dus ja, dat is eigenlijk mijn standaard zinnetje op het eind. Bedankt voor het kijken. Ik ga de opname stoppen, want ik ben toch dood. En dit gaat nog wel eventjes 45 mensen door. Dus dat wordt misschien een beetje lang nog. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En eventueel een Fortnite video. Doei doei.